Goedendag dames en heren, welkom terug bij deze nieuwe update video. Ik was net even aan het survivalen, dat heb ik al een hele tijd niet meer gedaan. En toen dacht ik moet een update maken. Waarom? Omdat dit heel belangrijk is. Want er zijn nu al een paar dagen geen video's geweest op LGMC in echt. Nou, dat komt. Ten eerste, Daniel is op vakantie, dus die kan niet uploaden. En ik kan niet opnemen. Waarom niet? Ja, ik kan wel Minecraft opnemen, maar ja. Ik kan dus niet opnemen omdat mijn fraps elke game die ik speel behalve Minecraft laat vastlopen. En OBS die filmt niet mooi bij mij. Ik probeer telkens met de settings goed te zetten, maar dat doet hij niet. Dan loopt hij vast of zo. Of er gebeuren allemaal hele rare dingen. Dus ik moet even uitzoeken hoe ik dit ga fixen. Want mijn fraps laat alles vastlopen en mijn OBS die doet het niet goed. Dus, of ik ga een nieuw bewerkingsprogramma opzoeken, of ik ga een van de twee fixen. Ik hoop dat er morgen van de nieuwe serie die ik online ga zetten, een video online komt. Zo niet, dan ga ik kijken of ik met OBS Happy Wheels of zo kan opnemen. Of agar.io, hoe je het ook wil zeggen, dat ik dat kan doen. Of wat dan ook. Ik zie wel. Voor mij is het als er maar even een video voor jullie online komt. Gisteren is er ook geen video online gekomen van Avonturenduo en Vers. Dat komt. Wij hadden, Daniel en ik, hadden afgesproken dat wij om vrijdag om 11 uur 's ochtends zouden gaan opnemen. Nou, ik zat heel netjes om 10 voor 11 zat ik daar te wachten en ik was op Daniel aan het wachten. Hij kwam uiteindelijk niet opdagen. Toen kreeg ik een berichtje van dat hij om 12 uur zou zijn. Toen kwam hij ook niet opdagen. Nou, ik vind het helemaal best, maar ik baal er een beetje van. Want ik heb er afspraken voor zitten verzetten. Om dus die opname te kunnen doen. En nu heb ik mensen dus teleurgesteld dat die afspraak dus niet doorging. Dus daarom... komt er dus ook even geen, is er maandag geen Vers en Avonturen door online gekomen. Ik had het zelf kunnen doen, maar ik had gewoon even zoiets van, fuck dit, ik heb hier even geen zin in. Als je snapt wat ik bedoel een beetje. Dus, ja, dat was eigenlijk de update. Volgende week maandag komt er even een solo Avonturen duo voor de mensen die straks een video online zien komen en denken van, wat de fuck gebeurt hier. Dan weet je dat. Leger de Hobbit komt eraan. Skyrim gaat gewoon weer verder. Ik was dus een Skyrim video aan het opnemen en hij liep gewoon vast, hij deed niks. Dus dat hebben jullie ook gezien, die video. En er komt dus een nieuwe serie op woensdag. Ik hoop dat ik die morgen online krijg als mijn opnameprogramma het gewoon goed doet. Dus jongens, dat was de update. Weinig video's. Dat komt omdat Daniel niet is en ik heb ook niet altijd alle tijd om op te nemen en uploaden, want ik heb ook een leven. YouTube is dan ook een leven, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Maar ja, dat was wel. Oh, voor de mensen trouwens die dit afvragen, dit is mijn survival. Ik zal wel even gauw een rondleiding doen, dat vind ik wel grappig. En ik heb mijn huis gemaakt op een mooie berg, op de mooie berg. Dus hier beginnen. Hier komt een uitgang en ingang, misschien. Weet ik nog niet precies wat hier gaat komen. Wat ik wel weet wat er komen, zijn farms. Dus bijvoorbeeld wheat farms, meloen farms, pumpkin farms, blablabla. Dan hebben we hier een balkon. Nou, helemaal mooi. Dan komt hier een brouwerij. Dus met brewing stands en ketels, dat soort dingen. Dan hebben we een slaapkamer, heel fancy natuurlijk. Daar komt hier een lift, zo'n redstone lift. Dan kan ik naar beneden, kan ik zo een gang maken. Dan ben ik beneden en dan kan ik ook weer omhoog. Kistenkamer met allemaal spulletjes erin. Even mijn armor natuurlijk aanzetten. Mijn crafting plekje. En mijn enchanting room. Wat ik hiermee ga doen. Is ik ga hier een verborgen iets maken. Zodat dit dicht kan. Druk op een knopje hier ergens. Waar weet ik nog niet. Dan gaat dit open. Dan ga ik hier staan. Dan sta ik op zo'n knopje. En dan gaan hier de komen boekenkasten hier naar beneden om mij heen. En als ik daarvan afgaat. Dan gaan ze weer omhoog. En dan kan ik weer eruit. Maar dat is dus wat ik van plan ben. Jullie moeten het even in de comments zetten. Maar anders ga ik misschien wel af en toe een review doen van wat ik hier heb gedaan.
Maar dat weet ik nog niet. Het ligt eraan of ik er zin in heb. En dus ik hoop dat ik vanaf morgen, of vandaag zelfs al, mijn opnameprogramma heb gefixt. Want dan kan ik mijn nieuwe serie gelijk opnemen, want daar heb ik best wel zin in. Ik ga nog niet vertellen welke serie het is. Maar jongens, dat was het wel. En jongens en meisjes moet ik eigenlijk zeggen. En de volgende week te zeggen. En dat is... Bye bye.